afgelopen maanden peddelden we naast dolfijnen, zagen we reusrokken en grote getalen uit het water springen en zagen we vanaf onze sub walvissaaien van heel dichtbij. Het kan niet meer gekker, zou je zeggen. Nou jawel hoor, hier op Los Frailes, in deze video, zwemmen we met schildpadden, snorkelen we met zeeleeuwen en zomer een walvissenfamilie maar een paar meter verder naast onze sub. Why is a family everywhere? Ruim 2,5 jaar geleden verruilden we ons stenen huis voor één op wielen. En ons hectische leven voor één met veel vrijheid en avontuur. Na 1,5 jaar in Canada en Amerika bereikten we het noordelijkste puntje van onze reis. De Arctische Oceaan en Tuktoyaktuk. Nu start onze reis naar het zuiden, naar Midden- en Zuid-Amerika. Reis je met ons mee? Een week geleden zijn we aangekomen in Los Frailes. We hadden hier een afspraak met een graffiti-kunstenaar die in 8 dagen tijd ons huis op wielen een enorme metamorfose gaf. We wensten ons een schildering met natuur, de zon en ons als familie op avontuur. Julian bracht het allemaal samen tot een fenomenaal kunstwerk. Een aantal weken geleden plaatsten we al een video welke dit hele proces uitgebreid liet zien. Heb je deze gemist? Kijk deze dan terug via de link rechtsboven. Nou, de schildering is klaar. We zijn er echt ontzettend blij mee. Nu gaan we maar eens even kijken wat hier op dit plekje allemaal te doen is. Want dat hebben we de afgelopen week helemaal niet gedaan. We waren veel te druk met die schildering. En wat maakten we toch mee op deze plek? Bijna iedere dag gingen we erop uit met de kajaks en de paddleboards. Op zoek naar zeeleeuwen, walvissen en meer. Nou, daar gaan we jongens. Ja. Wat gaan we doen? Naar de zeeleeuwen en walvissen. Of niet, klaar? Gaan we naar de zeeleeuwen en walvissen? Ja! Kijk, daar gaat er weer. Bam! De zeeleeuwen vonden we iedere dag op dezelfde plek. Net op de grens van het Cabo Pulmo National Park. En elke keer wachten we netjes op onze beurt. Als de tourbootjes klaar waren met snorkelen, gingen wij. Nienke, hoeveel dagen achter elkaar zijn we nou op walvissenjacht? Mama, niet verder. Hey, Kalijn, hoe vaak? 100 dagen achter elkaar op walvissenjacht? Nee, 2. Ja, ja, ik weet het niet. Ik denk een dag of 4. 4 nou? Nee, papa? Ja, 4 dagen? 4e dag, ja. Hé, hey, daar hebben we al walvissen gezien. Nee. Nou, oh, kijk, daar ging een statenbaar. Ja. Maar ze zijn nog wel wat verder weg. Hey, dat zijn roggen. Oh, denk je dat hij... Oeh! Er is er eentje. Gaan we er naartoe? Mama, we gaan de foute kant op. Het stikt er nu echt van de walvissen, hè? Kunnen we de walvissen roepen, denken jullie? Oeh! Oh, daar gaat hij. Plons! Oh, daar is er nog één. Niet alweer die tijd. Ja. Oh ja, heel veel krabbetjes. Hey, Nienke.
Stinkt het? Na anderhalve week kamperen op dit strand hadden we heel wat walvissen in de zee gezien en kregen we een beetje door wat hun zwemroute was. Meestal liep die net wat verder uit de kust, maar soms kwamen de walvissen dichterbij en daar zaten wij op te wachten. Wow, kijk eens jongens. Zie je hem? Met het kleintje ernaast. Wow. Daar is het. Ze zei geen veuras. Daar. Kijk eens jongens, kijk eens recht voor je. Kijk, als hij nu weer omhoog komt, zitten we ernaast jongens. Kijk daar. Kom goed rechtop blijven zitten. Ja, maar nu zitten we er boven, man. Oh, ik ga met zijn staart. Nee, ik ga niet met zijn staart. Kijk, daar komt hij, daar gaat hij. Wow, kijk eens daar. Kleintje ook, zie je kleintje. Mama. Maar hoeveel zien dat dan nog samen dan? Drie? Wat was dat gaaf en bijzonder. Het enige wat jammer was, dat ik even vergeten was dat ik een kamer heb die onder water kan. Want wat zal dat ook gaaf zijn geweest onder het wateroppervlak. Al snel moesten we deze walvissenfamilie laten gaan. We konden ze echt niet meer bijhouden. En zo werd dit strand, het laatste strand van Baja California, ook weer een strand om nooit te vergeten. Een hele goede morgen, nog steeds vanuit Los Frailes. Vandaag zijn we inmiddels alweer 2 weken.
Eerst dachten we nog naar een ander plekje te verkassen. Maar uiteindelijk hebben we besloten om gewoon hier te blijven. Totdat wij naar het vasteland gaan. Want onze laatste dagen die zijn nu echt aangebroken. Vandaag is het vrijdag en het weekend. Dan rijden we dus naar La Paz. Gaan we boodschappen doen. En dan nemen we maandag de ferry naar het vasteland. En daar kijken we inmiddels ook echt naar uit. Tot voor 2 weken terug had ik dat helemaal nog niet zo. Vond ik het allemaal nog wel prima zo. Maar toen is ook eigenlijk die knop omgegaan. En heb ik er heel erg veel zin in. Pascal heeft dat al wel wat langer. Afgelopen week ben ik druk geweest om uit te zoeken wat er overal van alles te doen is in Mexico. Om een beetje een globaal idee te krijgen van nou, wat waar te doen is. Om zo een beetje een route te kunnen laten ontstaan. En we kijken er gewoon maar uit om met z'n vieren lekker op pad te gaan. Lekker het avontuur samen op te zoeken. En ook echt weer even tijd voor ons vieren, voor onszelf, voor ons samen. Na deze intense prachtige tijd met iedereen hier in Baja, Mexico. Ja, want wat dat betreft zijn we eigenlijk sinds eind november niet meer ergens alleen geweest. Eigenlijk zelfs sinds begin november, toen we in Los Angeles vastzaten. En we hebben echt genoten van die tijd samen, van alle gezelligheid om ons heen. Maar op een of andere manier is het ook gewoon goed zo. En hebben we ook toch even zin in om even lekker in ons kokonnetje met z'n vieren te kruipen. Maar ja, het nadeel daarvan wel eens is dat we onze goede vrienden, de mugjes op reis, gaan verlaten. En daar hebben we ook wel wat verdriet van. Ja, want we hebben natuurlijk heel veel samen gereisd. We kennen elkaar nu bijna 3 jaar en hebben elkaar in 10 verschillende landen gezien. En ja, nu is dus gewoon de grote vraag of en wanneer we ze dan gaan zien. Voorheen was het nog steeds, we zien elkaar straks weer in Mexico, we zien elkaar straks weer in Alaska. Maar nu weten we dat dus niet. Het zou zomaar kunnen dat onze paden nu echt uit elkaar gaan. En ja, daar hebben we wel een beetje verdriet van. We gaan elkaar echt heel erg missen. We zijn gewoon heel erg gegroeid samen in dat reizen. Hè, waar we begonnen met 6 maanden. Reizen we nu allebei voor onbepaalde tijd. En we hebben ook gewoon heel veel aan elkaar gehad. Heel veel steun aan elkaar gehad. En ja, de kinderen hebben een hele mooie vriendschap opgebouwd. Wij als ouders. Dat was gewoon echt een hele fijne tijd. En we hebben gewoon heel intens samen geleefd met elkaar. En naast elkaar. We deden wel ieder min of meer ons eigen ding. Maar ja, dat heeft gewoon. Dat gaat gewoon heel erg door elkaar heen. En op een bepaalde manier was dat ook heel erg verhelderend. Want ja, als je zo dicht op elkaar leeft, dan kun je dus niet echt wat geheim houden, zal ik je vertellen. En ja, dan kom je dus ook wel gewoon achter dat het gras niet groener is aan de andere kant. We hebben allemaal onze perikelen. En ja, op een bepaalde manier, dat weet je wel. Maar ja, daar wordt toch minder over gesproken. En ja, dat was gewoon heel erg verhelderend. En we hebben op heel veel vlakken heel veel steun aan elkaar gehad. En dat, ja, dat koesteren we echt. We zoeken nog steeds naar een definitie wat deze vriendschap zo kan definiëren. Want dat is meer dan vrienden. Ook weer anders dan familie. Ja, ik weet het niet. We koesteren dat echt enorm. En we gaan elkaar echt ontzettend missen. Maar voor nu genieten we nog volop van de laatste dagen. We gaan zo meteen nog naar een ander strand om daar te snorkelen. En proberen we nog eventjes ons hoofd in het zand te steken. Dat we elkaar nu echt misschien wel voor een hele, hele lange tijd niet meer gaan zien. Zo, hoeveel kinderen hebben jullie? Ik heb de hand gelopen. Beetje uit de hand gelopen. 9 kinderen. Ik heb 3.
9 kinderen! Net als vorig jaar gebruikten we onze tijd hier in Baja Mexico om te vertragen en te socializen, net zoals zoveel andere reizenden. In ons geval bleven we zelfs 3,5 maand in plaats van de bedachte 4 weken. Een keuze waar we geen moment spijt van hebben gehad. En ook dit strand was weer een verzamelplek voor een boel bekende gezichten. Maar in de laatste dagen liep het strand leeg. En nadat we ook afscheid namen van onze Friese vrienden, hadden we het strand bijna voor onszelf. En natuurlijk gingen we op onze allerlaatste dag nog 1 keer samen het water op. Ik zou die grote in het water springen, dan gaat hij, plons! Oeh, hij gaat onder ons door! Misschien herkennen ze ons inmiddels. Hoe vaak zijn we hier al geweest? Oh, 3 naar je roepen! 3 naar je roepen! Ja. Oké. Zie je de vis? Zie je de vis? Hoeveel vis had je gezien? Heel veel! Heel veel? Er was 1 laatste dier wat we gehoopt hadden hier te zien. En ja hoor, op deze laatste dag zong mij zomaar voorbij. Ik denk dat hij nog een vis heeft gegeten. Wauw! Hij heeft gewoon een vis gegeten. Kijk eens wat die grote vis heeft gegeten. Hoppa! Wauw! Dat is een grote, hè? Wat een grote! Wow. Die komt uit die vis! Wow. Ongelooflijk, joh! Het zal je niet meer verbazen dat de kids dit reuze interessant vinden. En zo kregen we ook nog eens zomaar een filet van deze grote dorade. Nou, wat zeggen we dan? Muchas gracias. Hey, hebben jullie jullie feestjurk aangetrokken, Nienke en Carlijn? Want is het een feest dan? Waarom? Ja, het is een afscheidfeest, of niet? Proost! Op elkaar! Op een fijne tijd samen! Oh, kijk eens hé! Een knopenketting! Kun jij dat, kun je dit lezen? Ik zie wel. Ik kan niet lezen. Hey. Hey kiddo's, wat gaan we eten? Paardenkoeken. Gaan we dansen, jongens? Het is tijd om te gaan, om afscheid te nemen en te vertrekken. We hebben het Battlefalls omlaag een stuk gelaten, want het is een flinke hobbelweg het eerste stuk. En ik heb altijd het gevoel dat het bed dat net wat leuker vindt als die niet helemaal hoog zit te bonken. Ja, we gaan het missen hier in Baja. Het enige wat we niet gaan missen hier is de kilo's zand die hier altijd naar binnen komen. Ik heb het eigenlijk net opgeruimd en ik had er eigenlijk een filmpje van moeten maken hoeveel zand dat ik iedere avond weer, of iedere ochtend wanneer ik het ook doe, opzuig. En we hebben ook een heel handig plan om minder zand binnen te krijgen. Is namelijk dat we op de grond van onze vloermat daar, daar heb ik altijd een handdoek, grote handdoek liggen. Waardoor daar al een hele hoop zand valt en dat kunnen we dan lekker zo uitschudden buiten.
zitten. Dat scheelt ook weer een hele hoop gestofzuig. Maar ja, dat onderdeel gaan we dus absoluut niet missen. Doei doei! Tot bij de vulkanen! Tot bij de vulkanen! Ik zal je vertellen dat we echt met een gemengd gevoel wegreden. We hebben echt ontzettend zin in het vasteland. Maar in de laatste dagen kwamen we er ook achter waarom we zoveel moeite hebben met dit afscheid. Deze familie is niet gewoon een familie waar we af en toe mee afspreken. Deze familie is een onderdeel geworden van onze reis en daarmee ons leven. En zo laten we nu een stukje van onze reis achter. We leerden elkaar kennen in de zomer van 2021 in Slovenië. En zagen elkaar in dat jaar achtereenvolgens in Kroatië, Bosnië, Montenegro, Bulgarije, Griekenland en Nederland. Vervolgens maakten we een maand na elkaar de oversteek en zagen elkaar meerdere keren in Canada, Amerika en Mexico. Van het totaal maak van 10 verschillende landen. Het is bijzonder en ook ontzettend verrijkend om in dit zwervend bestaan een basis aan elkaar te hebben. Voor ons als ouders, maar nog meer voor onze kinderen. Het is zo fijn dat ze regelmatig voor langere tijd met elkaar konden spelen. Dat ze echte vriendjes werden, herinneringen delen en ja, ook wel eens ruzie maakten. Ook heel erg leerzaam. En de dynamiek die deze 5 samen hadden, echt fantastisch. Ze hebben onwijs veel van elkaar geleerd. Nu gaan we zonder hun verder op avontuur op het vasteland in Mexico. Maar er blijft ergens een klein beetje hoop dat de wereld en onze reis ons ergens weer samenbrengt in de nabije toekomst. Heb je net zoals wij genoten van Baja California en Mexico? Geef ons dan een duimpje. En nog leuker, laat in een reactie weten wat je ervan vond. Wij vinden dit enorm leuk om te lezen en bovendien help je ons daarmee om nog beter zichtbaar te zijn op YouTube. Wil je niet van onze volgende avonturen in Mexico missen? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op het belletje voor een melding bij elke nieuwe video. Tot de volgende week!